niet wat dat hem wilde doen. Hallo, ik ben Linda. En dit is mijn koersfiets. Ik heb die onlangs opgegraven in mijn rommelkot. Hallo beauty. Want mijn ongetrainde lichaam en ik rijden deze week de Ronde van Vlaanderen. In 5 dagen van de start in Antwerpen naar de finish in Oudenaarde. De koerskoord stijgt en ik wil die voelen. Ik ga dus fietsen. Karel van Nieuwkerken die vond dat een iets te flauw plan. Je gaat elke dag zo 50, 55 kilometer fietsen of wat? Dan ben je een beetje lui geworden. Dus die geeft mij elke etappe een nieuwe challenge. Voor mij en mijn knecht. Want elke dag kies ik een andere toffe helper om de hellingen mee te bedwingen. En vandaag is dat wielercommentator José de Kouwer. Die wacht op mij hier op de Grote Markt in Antwerpen. José! Oh, maar José, ik ben strontzenuwachtig, echt waar. Het is wel de gemakkelijkste dag, hè? José zegt het juist, want met hem fiets ik de eerste 65 kilometer van hier in Antwerpen naar Schoonaarde bij Dendermonde. Voordat we de tunnel induiken, José, moeten we nog naar een filmpje kijken dat Karel ons heeft toegestuurd. Dag Linde en José, goedemorgen. Het is nog vroeg. Maar ik had beloofd van jullie een challenge aan te reiken voor deze maandag. Je weet dat tijdens de Ronde van Vlaanderen er heel veel zaken in beeld komen. Spandoeken, unieke installaties van mensen, speciale bars langs de kant van het parcours. Wel, zorg dat jullie zondag op de een of de andere manier in beeld komen. Op de grootste koerszender van het land, op 1. In beeld komen? Hoe gaan we dat doen? We gaan eerst zorgen dat we door een tunnel geraken. Ja, fietsen gaf mij al stress. Nu moeten we ook nog creatief uit de hoek komen. Oké, de tunnel. Hallo. We gaan de Ronde van Vlaanderen rijden. Dank u. Je bent hier op stap met een totale amateur. Ik weet niks over schakelen. Ik ga zeker nog vallen de komende week met mijn klikpedalen. Ik heb nog nooit een helling gedaan. En je gaat de Ronde van Vlaanderen rijden? En ik ga de Ronde van Vlaanderen rijden. Jazeker. En op die fiets kun je geen zijwieltjes zetten. Hè? Er had iemand gereageerd op Instagram dat we zeker eens moesten stoppen in Basel. Een van de mooiste dorpen van Vlaanderen. En ook José is er super enthousiast over. Dus we zijn even afgeweken van het parcours. Pittoresk. Een paar goede restaurants. En je bekijkt natuurlijk ook de gastronomische kant van de zaak. Dat apprecieer ik wel. Ik heb het gevoel dat de mensen zo nog niet echt beseffen dat de Ronde zondag gereden wordt. Ik heb ook nog, dat moet ik zeggen, nog geen versiering gezien. Nee. Ik ben gewoon aan onze opdracht van Karel aan het denken. Hè. Dat weet ik echt nu oprecht nog niet hoe dat we dat gaan regelen. Maar had jij zo al ergens een ideetje van... Ik heb een idee, ja. Maar ze komen er wel voorbij. Dus ja, dat zou kunnen. Maar of ze daar al bezig zijn, dat vraag ik me af. Yo, de mannen! We zijn dus even gestopt om naar het duivenkot van José zijn neef te kijken. Kom maar. Hallo. Hallo. Dag meneer. Hallo. Goeiedag. Ja, ik was juist aan het vertellen, als de Ronde van Vlaanderen niet voorbij komt, ja, dan hebben jullie één probleem. Om laat worden de duiven gelost? Om, het is 9 uur om al. Ja. En dan is de vraag, worden ze later gelost? Dan zijn ze hier als de Ronde van Vlaanderen hier is. Ja. En dan hebben we problemen met... De helikopter. De helikopter die komt vandoor af. Ja? En ze komt hier over. En dan zijn uw duiven helemaal de kluts kwijt? Ja, dat is normaal. Oei, oei. Mag ik uw duivenkotjes zien? Dag vriendjes. Zondag is de Ronde. Ik hoop dat ze rap gepasseerd zijn. Dat hier zondag niet tot duivenincidenten komt. Rita Omer, salut. Hè. Doei, merci voor de ontvangst. Hè. Dag. En geniet van de koers zondag. Doei. José, je zit al
een hele tijd zo wat mysterieus te bellen achter mijn rug. Je bent iets aan het regelen, hè? Ik voel het. Je hebt mij de opdracht doorgegeven van Karel. En ik probeer nu na te denken. Ik heb nog tijd tot in Schoonaarde om dat te regelen. Dus ik denk dat we hier nu in Hamme zijn en dat we hier wel iets moeten kunnen regelen, veronderstellen. De opdracht is, kom in beeld, maar dat kun je eigenlijk heel breed interpreteren, hè? Ja, maar ze moeten het wel zien dat wij het zijn, of geweest zijn. We moeten eigenlijk onze handtekening achterlaten. Vlagsjes. Ik heb niet overdreven, maar deze is goed. Heren. Welkom in Spurt, ja, dat is duidelijk. Hallo, dag mannen. Ja, José kennen jullie al jaren. José had mij gezegd dat ik hier mogelijk wel een kleine wimpel zou zien. Dat is nog maar half weg, hè, want het gaat nog tot van achter. En dat doen jullie elk jaar? Ja. Zolang dat die ronde heeft passeert, doen wij dat. Hè. Dit is dus de enige straat met de naam Spurt in de hele wereld. Ja. We moeten ervoor zorgen dat onze naam in beeld komt. Ja. We hebben proactief geweest, José, je kent het. Ja, ik ga een keer gaan kijken, ja. Ik ben benieuwd. Spurt groet José. Dus José, dat is al in orde. We hebben hier spuitbussen gekregen. En het is eigenlijk gewoon een kwestie van... rustige jij. Wilde jij filmen dan? Koekoek. Hoe is dat daar? Goed. Opdracht volbracht. Ah, oké. Okay. Ik wist niet wat dat hem wilde doen. Goed gedaan, José. Top. Ik ruik de finish van vandaag. 65 kilometer later in Schoonaarde. En ik moet zeggen, op basis van vandaag denk ik... Linde, je moet wat vaker fietsen. Het was een zalige dag. Morgen staan er kasseien op het programma en dankzij José weet ik... Veel minder druk. 4,5 van voor, 5 van achter. Max. Just, max. Ciao. Ciao. Jij hebt gladdere benen dan de mijne, José. Ja, als je naar beneden wrijft, niet naar boven. Ja, zo. In deze richting heb jij gladdere benen. Ja. Maar dan doe je dat broekje een klein beetje naar omhoog. En dan begint het oerwoud... Van de kouwer.